gezicht. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit nu in de auto en ik rij achter de trailer aan van Esme. Esme van Live by Esme van Baloo. Ik denk dat menig personen die mij volgen haar ondertussen ook al kennen. Een tijdje geleden is ze bij mij thuis geweest om Indu te rijden. Daar is ook een video van online gekomen op mijn account, maar ook op dat van haar. En ik ben zojuist deze ochtend echt helemaal naar het noorden gereden. Een uur en drie kwartier onderweg geweest. Met veel sneeuw onderweg. Rustig rijden vanwege de eventuele gladheid. En zat concours. En daar ben ik bezig kijken. Heb ik vaak kunnen filmen. En we rijden dus nu onderweg naar Hafstal. Want dan ga ik ook nog even bij Tizzy kijken. En ja, we gewoon gezellig kletsen. Ik ga natuurlijk niet na het concours meteen weer naar huis, want dan heb ik een uur en drie kwartier gereden voor een heel klein stukje. Het is nu 10:30 en ik was om 9:30 op locatie van de concours. En ik was om 7:30 thuis vertrokken. Dus ik heb er ondertussen al best een ochtend op zitten. Vanmorgen ook al gemest en uiteraard gewoon vervoer bij mij thuis. Dus de wekker was 6:30 volgens mij. Dus al een lange ochtend erop zitten. Het is vandaag vrijdag. 17 januari? Nee, 19 januari. Het is vandaag 19 januari. Goedemorgen. Ik heb vanavond dressuurwedstrijd met Baco. Dus ik mag vanavond ook zelf nog een wedstrijd. En deze zondag heb ik dressuurwedstrijd met Indu. Ik moet alleen even kijken hoe ik de video in elkaar zet. Of ik deze met de wedstrijd van Indu bij elkaar zet. Of dat ik het apart hou. Maar dat zien jullie uiteraard vanzelf. Deze ochtend is er ook de video online gekomen met beeldmateriaal. Dat ik voor de eerste keer, tweede keer voor de eerste keer met Lika onder het zadel draaf. Wat super goed ging. Dus als je nou nog benieuwd naar bent en je hebt de video nog niet gekeken, kun je hem zeker even kijken. Ik zal daar bij Esme op stal ook wel wat dingen filmen. Ik heb op concours niks gefilmd. Gewoon haar even in de water gelaten voor het concours. En ik heb voor haar wel gefilmd. Dus als je wil weten hoe dat concours ging, dan zou ik even de video van Esme checken. Ik zie jullie dadelijk op stal. Bloedjes zit hier lekker te eten. En ik doe even oppassen. En kijk, daar is Tizzy. Oh, Baloo, je moet wel bij je eten blijven. Tizzy, kom eens kijken. Klein boefje. Kom zo wel even kijken. Hey knappert. Hey knappert. Hij heeft dezelfde snor als Lika. Super cute. Het is toch geen trailer mee hebben, anders laat ik erin. Hè? Tizzy? Schatje? Knappie. Baco is ondertussen helemaal ready gemaakt. Het is alweer vrijdagmiddag. Eind van de middag en wij moeten zo een wedstrijd. Had een knotje in. Het is een hengstvlecht. Hij heeft zoveel haar dat het bijna niet rechte vlecht is. Zoveel haar, hè? En zijn voetjes hebben wit. Na een hele lange tijd, hè? Nou, wij starten vandaag hopelijk onze laatste keer in de klasse B. Dit is de 5e of 6e keer, volgens mij de 5e keer dat ik met Baco start. In dus de klasse B. We hebben nu 7 winstpunten. Dus het zou heel leuk zijn als we nu kunnen uitrijden en daarna kunnen L1 kunnen starten. Dus dat gaan we zien. De trailer is ingeladen en we zijn ruim voor op de planning, want we hebben nog een 30 minuten. Dus we gaan denk ik straks gewoon even de auto aankoppelen, rustig laden, want hij wil dan niet altijd in één keer op. Hij staat nu nog lekker te eten, dus dat is ook fijn, hij is lekker chill. Ondertussen hij wel donders goed weet wat er gaat gebeuren, denk ik. En dan gaan we straks zien.
zijn officieel L1. Woe. Ik zit zo waarschijnlijk wel weer eens een keer in de auto te filmen. Bijna iedere vlog zie je mij wel weer in de auto zitten. Omdat ik dan tijd heb om even fatsoenlijk te praten. Ik ben net onderweg naar huis vanaf een belangrijk gesprek in het midden van Nederland. Het is nu 11:30 geweest. Over een uurtje ben ik thuis en dan moet ik meteen omkleden en op wedstrijd. Ik heb namelijk vandaag een dressuurwedstrijd met Indu. Maar voordat ik daar natuurlijk naartoe ga, moet ik jullie nog bijpraten over de wedstrijd van Baco. Ik doe hem dus wel even in de video bij elkaar, anders dan heb ik denk ik heel weinig beeldmateriaal. En dan wordt het gewoon weer een wat langere vlog en dat is misschien ook leuk. De wedstrijd van Baco ging echt heel goed. Hij was de dag voor de wedstrijd niet gelanceerd. Normaal gesproken doen we dat altijd, want dan loopt hij wel een stuk fijner. En zeker vanwege de frisheid was dat eigenlijk wel natuurlijk handig geweest. Maar de grond was natuurlijk hartstikke hard, dus dat was niet gelukt. Maar dat is ook niet heel erg, want Baco blijft wel gewoon braaf. Dus dat is natuurlijk fijn. Maar op de wedstrijd zelf, ik was er nog nooit geweest op die locatie, was een best wel klein bakje om los te rijden. En het was een meetmoment, dus ze hadden geen klassement en dus ook niet alle paarden bij elkaar. En ik was dus aan het losrijden met een C en een D pony. En Baco is 1,80 meter. Dus dan rij je daar met zo'n reus tussen die ponies door. En nou ja, Baco kent kleinere paarden, want daarmee staat hij ook gewoon thuis. Dus het is niet dat hij zich daar helemaal druk over maakt. Maar het was gewoon een grappig gezicht. Baco was met losrijden echt heel, heel fijn. Hij was echt super braaf. Echt vanaf het moment al heel fijn losgewerkt. Normaal gesproken heb ik echt een kwartier met hem nodig om hem echt fijn te krijgen. En dat was nu totaal niet. Hij weet gewoon, oké, we zijn op wedstrijd, ik moet mijn best doen. Hij krijgt steeds meer die mentaliteit. Hij vindt het heel leuk om op wedstrijd te zijn. Hij vindt het gezellig om mee te mogen, zeg maar. Ondanks dat hij de trailer trouwens niet altijd op wil. Maar hij vindt het wel leuk om op wedstrijd te gaan. Hij heeft er niet echt stress van of zo. Dus dat is ook fijn. Ik moet heel even opletten op de weg. Maar toen moesten we dus natuurlijk nog best wel, hij was eigenlijk wel heel lang fijn. En we hadden ongeveer een half uur om los te rijden, maar we liepen best wel voor op de planning. Dus ik zat er eigenlijk al wat eerder op. Alleen met hem heb je de ene keer wel echt een half uur nodig om los te rijden. En de andere keer heb je, ja, wat is het? Heb je een kwartiertje, 20 minuten nodig en dan is het goed. Nou, dat was dus zoals deze keer. Maar nou zat ik ook nog eens te vroeg op, dus we moesten best wel lang stappen. Er was ook een pauze dus door, dat is wel fijn. Toen kon ik de ring even gaan verkennen. Dus die had hij al een keer gezien, inclusief het juryhoekje. En dat scheelde wel echt, want die vindt hij af en toe nog wel wat spannend. Dus het was fijn om wel even de ring te kunnen verkennen. Toen gingen we eigenlijk uiteindelijk van start na wat stappen en nog heel even kort oppakken. Toen mochten we de ring in en hij was eigenlijk in proef 1 en 2 gewoon super fijn. Hier en daar gewoon wat storingfoutjes en wat dingetjes die gewoon rijtechnisch nog beter moeten. Maar hij was echt heel erg fijn en dat is gewoon echt top. Dus weet je, we hadden gehoopt dat we in ieder geval 3 winstpunten mee naar huis konden nemen, zodat we de B uit zijn. Maar dat hadden we dus dik gedaan, want in proef 1 hadden we 201 punten en proef 2 hadden we 202, of net andersom, het scheelt maar een puntje. Maar in beide proeven dus 3 dikke winstpunten gereden. Twee winstpunten gereden. Dat wil zeggen dat we 4 winstpunten in totaal hadden. Dus we zijn de B officieel uit. We staan op B plus 11. Dus we gaan wat meer focussen op de L. Hij moet wat meer op zijn achter, op zijn kont gaan zitten, zeg maar. En wat beter nog door die rechte lengtebuiging heen. Hij vindt het rechts namelijk moeilijk om te buigen, omdat die rechtsachter niet heel erg sterk is. Dat is gewoon een aandachtspuntje, maar dat is ook precies wat er op het protocol stond. En dat is natuurlijk fijn dat er wel staat wat wij ook aan moeten werken, dat het ook klopt. En dat we daar, dat ik denk van hé, dat klopt, dan weet ik ook dat dat het probleem is. Dus dat is alleen maar fijn. Dus we gaan nou lekker verder trainen voor het L. En dan is dadelijk Baco hopelijk L1 gelanceerd, als we daarin ook in de eerste wedstrijd al gelijk een winstpuntje kunnen rijden. Ondertussen zijn we aangekomen op wedstrijd en Esmee staat al zijn hoofdstel in te doen. Ik heb mijn laarzen net aan en ze zijn niet goed gepoetst, want ik heb ze eigenlijk gewoon vrijdag bij de wedstrijd van Baco in mijn tas gebleurd en niet meer naar omgekeken. Oeps. Voor de rest is hij wel helemaal mooi schoon en ja, aan het uiterlijk van hem kan het in ieder geval niet liggen, hè, Indu? Ik ga even mijn wedstrijdjasje aandoen en nog mijn cap op. En dan gaan we verder opzadelen. Volgens mij is het nou pas 2:15 of zo. Ja, precies 2:15. Dus we hebben nog een kwartier. Maar ik kan hem even lekker rustig gaan stappen, want we hebben geen haast. Om 2:55 is mijn eerste proef. En dan om 2:55 is mijn tweede proef. Ja, we gaan het zien. Deze wedstrijd is eigenlijk puur om te kijken hoe het gaat of waar we staan met het dressuur. Aangezien we de afgelopen paar weken best wel veel hebben getraind en er best wel hard naartoe hebben gewerkt. Dus het is puur eigenlijk even een meetmoment voor mezelf om te kijken hoe ver we eigenlijk zijn.
Hier zien jullie nog een klein stukje van mijn losrijden, maar ik wilde graag weer de proef even doorbespreken. Aangezien ik het altijd wel interessant vind om de punten naast een proef te zien. Want dan weet je ook een beetje wat de jury beoordeelt en waarom die iets beoordeelt. En hoe je dan uiteindelijk op de uitslag komt. Voor het binnenkomen hebben we een 7 gekregen. Ja, gewoon een supersterk cijfer. Hij was ook enigszins best recht voor zijn doen. Soms dan wisselt dat nog wel een beetje. En voor dit van hand veranderen in middendraf een 6,5. Overgangen markeren, ben ik ook wel mee eens. Hij verruimt wel heel mooi, maar het duurt eigenlijk net te lang. En je wil weg en weer opvangen. Nou, A, halt houden, een 5, niet diagonaal en te vroeg halt gehouden. Nou, volledig mee eens. Hij gaat ook nog eens scheef en ik denk dat ze dat niet eens goed kon zien. Ik stopte al letterlijk voor de A. En hij ging gewoon echt niet goed. Voor de schouder binnenwaarts hebben we dan weer een 7 gekregen. Wat echt super fijn is, want dat is ook nog een dubbelteller. En we hebben heel hard geoefend aan die schouder binnenwaarts, want dat blijf ik een lastige oefening vinden. Maar uiteindelijk beginnen we hem echt onder de knie te krijgen. Dan hebben we EB door een S van hand veranderen. Daarbij hebben we een 6,5 en dat staat recht op AC houden. Ik was er vooral mee bezig om hem overeind te houden in de bochten, omdat hij vaak omvalt. En hij zwenkt hier dus een beetje uit op dat rechte stuk. Dus dat zijn de kleine stukjes die we gewoon nog moeten bijwerken. En dan komt hier nog een keer de schouder binnenwaarts vanaf de K. En daar hebben we ook een 7 voor gekregen. En dat is uiteraard ook weer een dubbelteller. Dus dat telt dan wel lekker bij op. Dan hebben we dus CX halve grote volte rechts bij halstrekken. En dan mag je daar nog iets meer dalen. En dat staat er ook bij. En daar heb ik dan een 6 voor gekregen. Waarin u vindt om in deze aanspanning te lopen, op zo'n rond te blijven zitten en dan ook nog hals te strekken, heel moeilijk. Dus dat zijn we eigenlijk best wel veel aan het oefenen. Dan heb ik teugels op maat maken een 7. En de A en overgang arbeidsstap 6,5. En daar staat berg ophouden. Nou, dat is ook zo. Je kunt heel goed zien dat hij daar echt volledig op de voorkant valt. Dus dat is gewoon nog een dingetje. Die overgangen moeten we gewoon nog beter gaan rijden. Dan hebben we van hand veranderen middenstap. 5,5. Let op takt. Meer hand volgen. Je ziet ook dat hij een beetje gaat hinken. Zeker richting het einde. Waardoor dus de takt ook een beetje in rommel komt. En daar mag je dus wel net wat meer lengte pakken en niet alleen versnellen in zijn passen. Het overgang arbeidsdraf en galop rechts aanspringen 6,5. Stiller in aanleuning en dat zal dan vooral zijn op de galop aanspringen, want daar gaat hij dan zo schommelen. Middengalop een 6, ook recht houden en dan hebben we die rechtsomkeerd. Ook een 6. Moet hij sprong houden, staat erbij. Nou, je zag ook heel goed dat hij dus een beetje zijn sprong verloor in dat bochtje. Halve grote volte contra galop zwaait uit. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk best netjes vond, maar ik snap wel een beetje wat ze bedoelen. K over een arbeidsdraf was een 6,5. Halve galop links aanspringen was ook een 6,5. God, het gaat snel. Middengalop was een 6. Ook overgang mankeren, ben ik met ze eens. Linksomkeerd was ook een 5. De kleine sprong, ben ik ook mee eens. Hij verliest gewoon in die kleine bochten nog wat zijn galop. En deze contragalop hadden we een 6,5. Daar staat alleen niks bij. Deze oefening gaat allemaal zo snel achter elkaar dat ik het bijna niet bij kan houden met lezen. Overgang arbeid terug naar de draf was 6,5. Nog een keer van hand veranderen een 6. Direct vanuit M. Ja, ik ga veel te laat weg. Dat zijn dingen die ik echt nog te zuinig aan het rijden ben. Omdat ik het dan nog te veel aan het recht richten en dan pas wegrijden. En ze wilden natuurlijk zien dat ik bij de letter wegrij en bij de letter weer terugkom. A afwenden en X halt houden groeten. Een 6,5. Nageeflijker. Bij het afgroeten doet hij dat misschien. Maar ik moet zeggen dat ik het niet echt heel erg vond. Dan hebben we voor de gangen een 6,5. De impuls een 6,5. Rechtgericht ontspannen en in een aanleuning 6,5. Harmonie een 6,5. Houdingen zit een 6,5. Die vind ik dan wel weer heel jammer. Want ik moet zeggen dat ik best tevreden ben geworden over mijn zit. Vergeleken voorgaande jaren eigenlijk. Of keren met dressuurwedstrijd. Dat mijn houding echt wel beter is. Uiteindelijk kwam het op een totaal van 190 punten. Met als nog een leuk commentaar. Elegante combi om naar te kijken. Werk aan meer oprichting. En
activiteiten, nou, daar kan ik me ook in vinden. Dat zijn de dingen waar we ook gewoon heel hard aan het werk zijn. Wat er ontzettend veel is verbeterd afgelopen periode, maar gewoon nog de puntjes op de i moeten om nog meer punten te rijden. Ondertussen zijn jullie al aan het kijken naar de tweede proef. Deze proef ging naar mijn idee wat moeizamer en toch hadden we hier wel weer 3 punten meer. Maar dit was natuurlijk weer een andere jury. Het was, ja, deze proef was eigenlijk ook wel keurig, maar niet ja, geweldig. Uiteindelijk hadden we hier dus 193 punten voor gekregen. Ik laat jullie even verder kijken naar deze tweede proef. Daar heb ik gewoon wat dingen uitgeknipt. Dat heb ik niet de volledige proef ingelaten. Hier en daar zeker ook nog veel verbeterpunten. We zijn er ook echt nog langer na niet. Maar we gaan gewoon zo lekker doortrainen. Want ik ben ontzettend tevreden over hoe deze wedstrijd ging. We waren gewoon voor ons eigen gevoel. En dan gaan we lekker op verder voor punturen. De afgelopen 2 vlogs gezegd dat ik meer gestructureerd zou vloggen. Nou, dat valt echt volledig in het water. En ik denk eerlijk gezegd dat ik daar echt nooit meer iets aan ga veranderen. Ik ga even snel mijn schoenen wisselen, want ik ga in de logeren. En ja, alles is nat buiten, dus ik kan niet met klompen aan in de modder gaan staan. Dus ik switch even mijn schoenen en dan ga ik jullie meteen even bijpraten. En daarna deze video ook weer gelijk afsluiten, zodat hij zo snel mogelijk deze week online kan. Ik loop nu richting de paarden om in te gaan logeren. Maar jullie hebben mij nog een naspraak te goed van de wedstrijd. Zondag is, ja, eigenlijk is mijn hele leven een beetje hectisch. Dat is hoe ik in elkaar zit. Ik plan altijd alles heel strak achter elkaar. Waardoor ik heel vaak geen tijd heb om even adem te halen eigenlijk. Dus ook absoluut geen tijd heb om dan even jullie bij te praten. En daarnaast is het natuurlijk tegenwoordig heel veel donker. En we waren om 4:30 thuis. Toen heb ik Indu natuurlijk naverzorgd. En toen ben ik meteen gaan opfrissen, douchen en naar mijn vriend gegaan. Want die had ik ook al heel het weekend niet gezien. En ja, dan is het ondertussen donker. En dan kan ik jullie ook niet meer echt bijpraten met een beetje fatsoenlijk licht. Maar de wedstrijd. Ik heb echt super fijn kunnen rijden. 2 proeven gewoon heel netjes kunnen rijden. Mijn eigen gevoel was vooral heel erg goed. En daarna was het natuurlijk afwachten wat de punten zouden zijn. Ik was echt heel erg trots op Indu, maar ook op mezelf, dat ik vooral bleef rijden. Ik heb normaal gesproken in het dressuren dat het losrijden goed gaat en dat ik eigenlijk in de proef zelf heel veel steken laat vallen, omdat ik dan vergeet te rijden. Dan ga ik te netjes rijden, dan rijd ik hem helemaal niet meer bij elkaar en dat is iets wat in het M gewoon absoluut niet meer kan. Voor mijn gevoel had ik dat echt heel erg goed gedaan. Toen heb ik de proeven zelf nog even snel teruggekeken. En ik was echt over het algemeen heel tevreden. Ik zag hier en daar natuurlijk nog verbeterpunten. Die zijn er ook echt nog nagenoeg. Die zullen er altijd wel blijven zijn eigenlijk. Die zijn er gewoon nog heel veel. Maar ik moet zeggen dat ik heel trots ben over op wat we nu hebben kunnen laten zien. In wat we de afgelopen 2 maanden hebben getraind. En dat werd dus uiteindelijk ook beloond. Ik had in de eerste proef 190 punten en in de tweede proef 193 punten. Waarbij in de tweede proef ook een tweede prijs. Het is al zoveel beter dan dat het überhaupt eerst was. We zitten nu trouwens zelfs al op M1 plus 8. We gaan lopen nog niet naar het M2. Ik wil eerst nog een paar keer in het M1 hebben gereden. Maar dat hebben we toch gedaan in volgens mij 3 of 4 wedstrijden zelfs maar. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op ons dat we dat zo hebben kunnen doen. Ja, dus we gaan lekker verder borduren hieraan. En meenemen wat de jury heeft gezegd. Daarnaast gaan we eigenlijk, het is nu eind januari, het is het 23e vandaag.
wil ik komende maand in februari ook weer op springwedstrijd. Dat hebben we natuurlijk ook al 2 maanden niet meer gedaan. Omdat dat gewoon ook heel erg slecht ging. We hadden echt een enorme dip. Dat gaat nu gelukkig al een stuk beter. Dus ja, dat is gewoon fijn dat dat in ieder geval beter gaat. En dat we nu dat ook op wedstrijd weer kunnen gaan oppakken. Ik ga over 2 weken, 2 dagen naar Roxana om te trainen. Daarmee ga ik jullie uiteraard ook in meenemen. Komende week heb ik eigenlijk geen spannende dingen in de agenda staan. Dus ik weet ook niet of ik nog wat ga filmen. Ik ga lekker deze video afsluiten. En dan probeer ik deze zo snel mogelijk online te gooien. Zodat deze ook weer online staat voor jullie. En dan zie ik jullie weer bij een volgende. Doei doei!